Kijkers, welkom terug bij het tweede deel van In Gesprek Met. Je ziet, ik heb twee andere gasten. En wij gaan nu een gesprek hebben met Stichting The Community Hub. En daarvoor hebben we in de studio Reshma Bisisser. Ja, ik zou bijna zeggen mijn collega. Maar dit is met de R, Reshma Bisisser. En meneer Dennis Drenthe. Oké, mevrouw Bisisser en meneer Drenthe, welkom in Gesprek Met. Dankjewel. Oké, we gaan eerst beginnen bij mevrouw Bisisser. Yes. Vertelt u, de Stichting The Community Hub, wat doen jullie allemaal? Dit heb ik al zoveel keren verteld. Dus ik wil het in een verhaalvorm dit keer vertellen. Als je aan de Armosiastraat nummer 22 komt en in de driveway naar binnen loopt en groet je even bij de bal. En als je naar rechts kijkt, ga je zoveel boeken zien, want we zijn een bibliotheek. En meestal is het rustig, maar soms ga je enkele kinderen zien rennen en een beetje luid zijn. Maar het hoort erbij, want wij zijn ook een buurtcentrum. Uh-huh. En wat we doen is, we proberen op interactieve en educatieve manieren de kinderen, niet alleen op Flora, maar gewoon iedereen die bezoekt, op zo'n manier bezig te houden. Zodat we onze missie kunnen realiseren. We willen jongeren weerbaar maken, basic life skills leren, en we willen het doen met boeken en sport. Mm-hmm. En hoe lang bestaat de Stichting Community Hub al? Dit wordt onze derde jaar. 7 december zijn we jarig. Oké, dus dat is reden om een beetje feest te vieren, om het zo te zeggen. Ja, want ik vind dit jaar, want in het begin waren we bezig met bekendheid. Het tweede jaar was het echt ook een beetje meer bekendheid gaan bouwen. En nu zien we veel mensen, ze zijn aware of the hub. Ze hebben ons op Facebook gezien. Ze komen soms langs om, dat raakt mijn hart altijd. Er komen soms mensen gewoon langs om iets te doneren, boeken, of ze brengen snacks voor de kids. En dat zie je van, de community hub is niet alleen een gebouw, maar het begint echt een soort levende iets te worden. Oké, want ik zou net zeggen, je gaf aan, als men de Armosiastraat 22 binnenloopt, men kijkt naar links, ziet men heel veel boeken. Is de community hub in het leven geroepen om weer lezen te stimuleren? Dat is een van de manieren waarop we onze doelen willen realiseren. Want ik zou zeggen, Surinamers lezen niet veel. En het is heel belangrijk om te kunnen lezen, maar ook om te kunnen begrijpen wat je leest. En ja, en ik zelf ben, I'm a big bookworm. Ik hou van lezen. Dus als kinderen naar binnen komen, wil ik ze soms niet wegsturen als ze zich niet aan de regels houden. Dus dan zeg ik zo, weet je wat, je mag kiezen. Of je gaat een taak doen, of je gaat naar huis, of je mag een boek met me lezen. Oké, en waarvoor kiezen ze? Meestal om een boek met me te lezen. Maar ze willen niet werken. Ja. Oké, aangezien we zijn er vandaag, we hebben iets meer geleerd over de Community Hub, maar we gaan er nu niet meer praten over lezen. Je hebt het net gezegd over sport en daarvoor hebben jullie meneer Drenthe aangetrokken. Yes. Kan je een beetje vertellen wat, want jullie gaan een cursus buurtsport verzorgen. Kan je daarover een beetje meer vertellen? Yes. ja, dus veel van de jongens die ons bezoeken, houden zich bezig met sport en dat trekt hun aandacht. Uh-huh. Dus we willen op zo'n manier hun aandacht vasthouden door ze door de cursus te leren hoe ze het kunnen gebruiken om verantwoordelijkheid te zijn, om planningsvaardigheden te leren en op den duur ook terug te gaan naar hun buurt en hetzelfde doen met andere jongeren. Oké, meneer Drenthe, u bent daarvoor aangetrokken. En in ons klein voorgesprek gaf u aan dat u sportdocent bent in Nederland. En ook buurtsporttrainer, als ik het goed heb onthouden. Buurtsportmedewerker. Of buurtsportmedewerker. Zie, ik was in de buurt. Kunt u een beetje vertellen, wat is uw aanpak voor de komende cursusdagen die u met onze Surinaamse jeugd gaat hebben? Ja, mijn aanpak is meer gericht op de kwaliteit die de mensen zelf hebben. Dus ik werk altijd vanuit het niveau van de mensen. En wat is eigenlijk het doel van die cursus? Is om die deelnemers tools aan te reiken waarin ze kunnen organiseren, begeleiden, planningen te maken, presentaties
met diverse doelgroepen, met diverse jongeren, diverse leeftijden om te gaan. En dat zijn de ingrediënten ook die in zo'n cursus gegeven worden. Ik zal ook zoveel mogelijk proberen te werken vanuit hun niveau, hun kwaliteiten. Uh-huh. En zeker wat betreft de diversiteit aan mensen en verschillen, is dat heel belangrijk. Nou, ik zie genoeg enthousiasme en inspiratie bij de hub om te zeggen van hier valt iets groots te halen en iets groots ervan te maken. Nee, sowieso. Want men zou bijna aangeven, vooroordelen. Flora is een beetje een van de moeilijke buurten geweest. Het is een beetje de afgelopen jaren veranderd. Is dat de reden waarom jullie proberen om de jongeren door sport een beetje van de hoeken af te houden? Reshma? Ik ben zelf niet van de buurt. Ik ben ook als vrijwilliger begonnen. Ik ben zelf van Abrabroki. Mensen zeggen ook allerlei soort dingen over Abrabroki en soms ben ik niet eens daarmee. Maar gewoon in het algemeen is het wel een manier om jongens van de hoeken te houden. Want in plaats dat ze laat op straat zijn, op straat een heleboel dingen uithalen of op de hoek staan, kunnen ze naar de hub komen. Ze kunnen terrein haken, dan krijgen ze de voetbal. Of ze kunnen gewoon rustig zitten en hun boek lezen of hun huiswerk maken. Uh-huh. Het is ook een andere manier om bezig te zijn. Uh-huh. En is deze cursus, gratis aangeboden of moeten de jongeren er wat zakgeld voor neertellen? We hebben ondersteuning gehad waardoor we de cursus nu gratis kunnen aanbieden. Dus ja, nu is het gratis. En jongeren tussen 14 en 30 jaar mag zich registreren om mee te doen. Uh-huh. Maar ook de uitzondering, iemand die iets ouder is dan 30 en de competenties heeft en het past in het plaatje, die zullen we ook niet uitsluiten. Yes. Dan ligt het afhankelijk aan de limiet van hoeveel deelnemers kunnen we hebben, willen we hebben. En gaat u de cursus zelf verzorgen of krijgt u hulp van ook Surinaamse sportdocenten? Op dit moment ga ik de cursus zelf verzorgen. Maar het is wel iets wat als een olievlek moet gaan werken. Uh-huh. Waardoor Suriname daar wat aan heeft om dit verder te ontwikkelen. En laat me één ding duidelijk zeggen. Het is niet zo dat ik de wijsheid in pacht heb en het kon brengen. Want ik zie heel veel potentie hier. Maar het is wel mooi om te sparen met de mensen. Om te laten zien van hoe het aan de andere kant over zee gaat. Uh-huh. Hoe het hier gaat. En gelukkig heb ik genoeg kennis van hoe het ruilt en zeilt op de straten. En in de buurt hier in Suriname. Om te weten van welke kant kunnen we op. Om mensen te enthousiasmeren om zo'n buurtsporttrainercursus te volgen. Uh-huh. Om te gebruiken in je buurt. Ja, want als ik naar uw achternaam luister, bent u zelf ook Surinamer. Ik ben, ik zeg in hart en nieren, weet je, ik woon al 45 jaar, zeg ik gewoon, in Nederland. Of 45 jaar geleden ben ik uit Nederland vertrokken. Het gevoel Suriname is bij mij nooit weg. En ook al weet ik dat ik de buitenlander ben, het is een feit voor vele mensen, zo voel ik dat niet. Ook gezien mijn achtergrond en de naam Drenthe binnen de Surinaamse gemeenschap zal de naam Drenthe niet onbekend zijn. Maar ik ben Surinamer, ik voel me Surinamer, ongeacht wat ieder ander ervan vindt. Is dit een stukje giving back? Ja, je mag het zo noemen. Giving back en ik ben niet met de reden of ik ben niet zonder reden naar Nederland vertrokken. Uh-huh. En die reden die zal je op het moment dat je vertrekt niet weten. En daar kom je later pas achter. En ik ben in mijn latere jaren, naarmate je ouder wordt, meer gaan ontdekken van nou weet ik waarom ik naar Nederland ben gegaan. Het was nooit mijn keuze geweest. We moesten met z'n allen gaan. Ik heb gejankt toen ik naar Nederland ging. Het duurde zeker 6 jaar voordat ik me kon vinden in Nederland, acclimatiseren. En op het moment dat ik was 18 jaar toen ik voor het eerst weer terugkwam. Nou, dat was een hel voor mij om terug te gaan. Okay. En zelfs dat heeft me tranen gekost. Dat was voor mij ook een bewijs dat ik zeg van, het is goed, ik ben in Nederland. Doe wat je daar moet doen en kan doen. Maar ik zal altijd terugkomen. En ja, nogmaals, het is een gevoel, kan je niet beschrijven. Ja. Vandaar dat ik het ook een eer vind dat ik een uitverkorene mag zijn om dit hier te komen doen. Uh-huh. En als je zelf kijkt naar Stichting Community Hub, wat is het eerste dat u opkwam toen u ging om kennis te maken? Nou, het is anders gegaan. Er is Anouska Blanca, die is in Nederland geweest, 1,5 jaar geleden. Om ook te komen kijken hoe het daar helpt en zelf wat betreft buurtsportactiviteiten. En toen is ze gekoppeld door een andere organisatie waar ik ook samen mee werk, ISA.
om met mij op pad te gaan. En wij zijn de wijk ingegaan, de wijken waar ik gewerkt heb en veel heb mogen doen. Daar raakten zij van onder de indruk van hoe het daar helpt en zeilt en gaat. Toen zijn we in contact gebleven en eigenlijk is dat contact zover gekomen op het punt waar we nu zijn. En dat betekent, zij was zo enthousiast, die enthousiasme van haar is zo aanstekelijk, dat je denkt van ja, daar moet je toch wel meer van willen weten. Nou, dus ik ben voor andere redenen naar Suriname gekomen en heb dan gelijk gebruik gemaakt van de gelegenheid om langs te gaan bij de hub, om te kijken hoe het eruit en zelf. Toen was ik verkocht. Als ik die kinderen daar zag huppelen, spelen, rennen, vliegen. En dan ga ik al gelijk fantaseren van het gebouw staat zo, het terrein eromheen. En wat kan je nog meer realiseren op het terrein? Nou, zij heeft die enthousiasme heeft zij ook. Nou, als ik kijk naar de crew van de hub, van de Risma, eentje van is stil, maar zoveel dynamiek, zoveel energie. Zo stil als ze overkomt, zoveel energie heeft ze om dingen te ontwikkelen en te doen. Nou, dan kan je niet zeggen van, hé, leuk en aardig. Nee, dan wil je ook vol gas geven. Helemaal. Oké, Risma, en doen de vrijwilligers of de medewerkers van de hub ook mee aan deze cursus? Yes, de hub draait volledig op vrijwilligers en ze bepaalde zijn dagelijks daar en ze, ik kan niet, omdat ik een beetje emotioneel word van hoeveel ze geven, want het is makkelijk om geld te geven, maar deze mensen geven hun tijd, hun energie, aandacht, dat ze ook geven aan de kinderen die bezoeken. Dus ja, de hub team, ze zijn super en ze geven gewoon alles. Uh-huh. En oké, een interessante vraag, waarom heeft de hub ervoor gekozen om zich in Flora te vestigen? Zo, dat is een interessante vraag. Want je hebt verschillende buurten, maar waarom hebben jullie ervoor gekozen om in Flora? Wij hebben het gebouw als geschenk gehad en het was toevallig op Flora. Oké, en behalve lezen en met andere activiteiten waarmee jullie bezig zijn, zijn er ook kinderen die vragen, kunnen jullie me helpen met mijn huiswerk? Yes, we hebben ook enkele vrijwilligers hebben op zich genomen om huiswerkbegeleiding te doen. Dus ze zijn bezig daarmee, dus er is de optie dat ze zich bij huiswerkbegeleiding kunnen aansluiten en daar hun huiswerk kunnen maken. Maar naast dat, wanneer de kinderen 1 uur naar binnen komen in hun uniform, zeggen we goedemiddag, hoe was het op school, heb je huiswerk? Okay. Want op een bepaald moment hebben we zien de kinderen komen naar school naar ons. Ze blijven tot 2 uur, 3 uur in hun uniform, willen ze spelletjes doen, dus we gaan regels maken. 1 tot 3 mag je rustig zitten uitblazen. Je mag je huiswerk maken, je mag een boek lezen, maar 2 uur zo moet je naar huis gaan omkleden. Als je huiswerk wil maken, kan je hier komen en alle rust je huiswerk maken. En je kan ook een vrijwilliger vragen om met je te zitten, als je iets moeilijk vindt. Sowieso. En vertel een beetje de periode dat jullie deze cursus gaan verzorgen. Vertel een beetje daarover. Waarom zo lang? Nou, weet je wat het is? Kijk, en dat is een mooie, in het gesprek met Anouska. Zei ze van, Den, je moet me helpen, helpen bedenken om een leuk programma, activiteitsprogramma neer te zetten en wat we kunnen doen. En ik ben een persoon die zegt van, ik kan je wel wat geven van wat ik heb en wil en kan, maar dan is het niet je eigen. Aha. Dus ik wil ook graag dat je iets van je eigen hebt. Je moet het je eigen maken. Dus ik heb ook voorgesteld, ik zeg, nou, ik wil wel langskomen. Sowieso was ik van plan in Suriname te komen. En dan wil ik met je samen kijken van hoe kunnen we een programma maken. Nou, dus toen ik kwam, hebben we ook gekeken, waardoor zij vroeg van nou, zou jij dan die training, die cursus willen verzorgen? Gezien het feit dat ik wel meerdere buurtsport of citytraining cursussen geef, community sport cursussen geef. En die gericht is op zeg maar die doelgroep, waardoor het ook iets eigen wordt. Dus vandaar dat we ook zeggen van, je kan het heel kort doen, maar het moet wel langdurig zijn, het moet wel een levensvatbaarheid hebben. Vandaar ervoor kiezen om het in 6 tot 8 bijeenkomsten intensief, heel veel praktische momenten te hebben. Maar dan gaat het om de tools die daadwerkelijk vanuit het werkveld geleerd worden. Of in ieder geval ze er bewust van gemaakt worden van, hé, hey, dat kan ik. Dit heb ik in mijn mars. Dit klinkt een beetje grof, maar dit heb ik in me. En dit wil ik verder etaleren en verder uitwerken. Want potentie is er genoeg. En potentie zie je in de jeugd. Maar ze zoeken ruimte. En we kunnen daar wel voor gaan zorgen dat er meer gecreëerd wordt.
Maar dat ruimte wat er al is, wordt al gebruikt. Maar maak het nou al mooier en structureler. Uh-huh. Want in de periode van 9 tot 23 november hebben we ervoor gekozen om deze trainingen te verzorgen. En is het elke dag of is het één keer? Om de ene dag. Het is de maandag, de woensdag en de zaterdag. Uh-huh. En waarom die drie specifieke dagen? Nou, je moet ook kijken naar de ruimte. Als je het achter elkaar zou doen, in zo'n korte tijd, dan heeft men ook geen ruimte om verder na te denken van wat zijn we nou aan het doen. Uh-huh. En zeker in inhoud van die cursus, van die training, waarbij mensen samen een programma moeten maken of individueel. Ze moeten een groep gaan leiden in welke activiteit dan ook. En ja, iedereen kan een activiteit leiden, maar daar blijft het niet bij. En een activiteit leiden vraagt soms nog veel meer, zeker als het gaat om de persoon waarmee je actief bent. Dus de vraag die ik ook altijd aan mezelf stel van, wat doe je, voor wie doe je het en hoe wil je het doen? Nou, die drie dingen zijn heel belangrijk. En daarin is, hoop ik dat die 7 keer dat we actief zullen zijn, we die tools wel tot ons nemen, zeggen van, hey, ik pak een bal of een plunjezak met ballen, ik ga het plein op en ik ga activeren. En hoe maak ik een programma van, hey, die en die dagen ben ik zo laat op het plein en dan gebeurt dat. Op het moment dat je dat aankondigt en je dat ook doet, dan zou ik merken dat er een stroom komt. Want jongeren willen actief zijn. En jongeren kunnen ook alleen actief zijn. Maar jongeren willen ook graag begeleid actief worden. En daaruit kan je... Nou, ik was gisteren toevallig op de Hub. En daar liepen een paar 14-jarigen. En die stonden al zo van... ik werd zelfs uitgedaagd van dat ik een pannen zou krijgen. En dan denk ik van, degene die me uitdacht, die mijn pannen zou krijgen, die zou goed mee kunnen doen met zo'n cursus. En de enthousiasme die ze hadden en hoe ze praten, denk ik van, maar zulke jongens heb ik aan de andere kant ook. En eigenlijk kan je zeggen van, er is weinig verschil. De jeugd, gedachtegang, is vrijwel hetzelfde. Want ze willen allemaal, ze willen zich profileren, laten zien. En die 14, 15-jarigen, die kan je goed gebruiken. Want die kunnen de rest meenemen. Dat ze het besef krijgen van, hey, hoe gaan wij op het plein dadelijk met die bal om? En het is niet van, ja, jullie zijn klein wegwezen. En nou, met de grote kan je bijna niet praten, want daar wil je eigenlijk bij horen, maar je hoort er niet bij. Maar die jongens kunnen we nu goed gebruiken en wegzetten bij de kleinere. Maar ook de volwassenen, ook de ouderen. Van hoe gaan we die jongeren triggeren om actief te zijn? Helemaal. En hoe ziet de registratie eruit? Zijn jullie volgeboekt of hebben jullie nog plek voor deelnemers? Op dit moment zitten we echt volgeboekt. Er is een kleine communicatiestoornis in de werving. En we zijn toen aan de slag gegaan met z'n allen van, hey, hoe gaan we de werving even goed omzetten? En binnen no time zaten we vol. We moeten nu wel zeggen, stop, ho, er kan er niks meer bij. Dus dat is ook wel een positief punt. Maar dat zegt genoeg over de groep van hoe actief ze kunnen zijn. Zo, sowieso. Oké, ik kan niet meer zeggen doe een oproep, want jullie zijn al vol geboekt. Maar mogen mensen wel komen kijken of is het gesloten? Dat is wel een vraag die ik wil stellen. Dus zodat ze een idee krijgen als het voor een tweede keer wordt georganiseerd, dat ze zich vroegtijdig aanmelden. Nou, omdat het ook de eerste keer is, is het ook voor de deelnemers misschien wel prettiger om even in hun eigen hoekje ruimte actief te zijn. En wij willen wel zorgen dat er beeldmateriaal of in ieder geval informatie naar buiten gaat, hoe het verlopen is en hoe we mensen kunnen enthousiasmeren. En ja goed, het lijkt niet altijd verstandig om het een openbaar verhaal te maken. En natuurlijk zullen we op straat of op pleinen actief zijn. Maar tijdens die cursusmomenten moet je ook gewoon even met de groep aan de slag. Oké, ik zal maar zeggen, meneer Drenthe, mevrouw Bississer, heel veel succes met de cursus buurtsport. En we hopen het beste. Ja, jammer dat het vol is, dus ik kan me ook niet meer aanmelden. Nee, maar ik wens jullie heel veel succes. Dit lijkt heel interessant te worden, om de jeugd ook op een andere manier bezig te houden. En ik wil dan jullie daarbij bedanken voor jullie komst in gesprek met en naar de studio, om de informatie met ons te delen. Wij willen jou bedanken dat je ons hebt uitgenodigd. Yes. En hier mochten zijn om ons verhaal te doen. Helemaal. Dankjewel. En kijkers, u heeft het gehoord. Er is jammer genoeg geen plek meer bij de cursus van 9 tot 23 november bij de Community Hub. Maar ja, we houden jullie tenminste op de hoogte wanneer de eerstvolgende zich mogen aandienen. Oké, en met dit
luchtig en interessant gesprek zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van In Gesprek Met. Heeft u deze aflevering gemist? Geen nood, kijkt u dan om 8 uur 's avonds weer naar de herhaling. Tot de volgende keer.